Toch wel als een donderslag bij Heldere Hemel, Het ontslag van Marcel Keizer bij Ajax. Samen met dienstassistenten Henny Spijkerman en Dennis Bergkamp is zij vanaf vandaag werkeloos. En ook de spelers waren verrast, want die waren al op weg naar huis vanaf het Trainingscomplex de Toekomst, toen zij allerlei berichtjes kregen op het mobiel dat zij vanaf komend weekend dus een andere trainer voor de groep hebben staan. Voor komende zondag zou het nog zijn Michael Reiziger samen met Winsel Bogarde. Zij dus worden doorgeschoven van jong Ajax naar Ajax 1. En op de lange termijn wordt vooral Peter Bos genoemd. Die hier natuurlijk in de zomer met ruzie vertrok. Maar die ruzie had hij vooral met Henny Spijkerman en met Dennis Bergkamp. Twee mensen die dus niet meer werkzaam zijn bij Ajax. Dus eh, niks lijkt een terugkomst van Peter Bos nog in de weg te staan. En ook Louis van Gaal wordt genoemd. Natuurlijk halfwege jaren 90. Uh, Uiter succesvol hier in Amsterdam. En uh, ja, wellicht zien we hem dus straks weer terug hier uh, bij Ajax.